geef deze bende ruimte. Het zijn 80 jongens en meisjes. Van de nationale kampioenentrui is. Inderdaad, het is de nationale kampioen van 2021. De nummer 403 op de eerste plaats is Luca van Dommel van ATB Kempen. De eerste plaats, de tweede plaats is nummer 419. Ondertussen passeert hierop de rest van de bende, waaronder de nummer 426 Milo Empels, die van de plaatselijke club, 143 passeert hierop, en het is Jan Jansen, die man van de plaatselijke club hier, en de nummer 517 is dat Simon van Mechelen. We zien nog in de Jansen bende hier, 445 op de van de PMX 2000 Dessel, en dat is Joppe Vennekens. Dan gaan we dan kijken hier naar de rest en zo meteen op de eerste man op de wedstrijd bij onze U13. Zet hier, twee mensen van U13. En hier zien we met 301. 301 is volgens mij de kop open en dat moet dan wel de maan bewegen zijn. De nummer 382. Dat is op de enige dame en die op de Nederland, dat is dan Lisa Brouwer, een voetschoten Nederland. We krijgen hier nog de nummer 306 passeert hier ook aan de finish, dat is Marijn van Lek van Gerechten. En 315 passeert hier ook en dat is Bas Bonen. We zien ook de nummer 330 hier, dat is dan Len Blijs. De nummer 331 was 3 afkomstig. 341 passeert hier ook aan de finish. Sander Lemmens. Goed jongen, rustig aan Ben. Rustig aan. Ja, goed zo. Ondertussen passeert hier ook 102. Ik zie van Zijveld. 40 passeert hier ook.
in de bus Jerry Jansen. Maar nu loopt van de plaats van de hier. Is dat Sipper van Mechelen. En we zien ook een ganse bende hier. 445 ook hier van Felix 2000 Wessel. En dat is Job van de Rest. En zo meteen op naar de eerste man in de wedstrijd bij onze U13. Dus dat zijn de U14 mannen. En hier zien we met 301. 301 is volgens mij de koploper. En dat moet dan Tel van Havenbeke zijn. We zijn ook in de groep 302 voorbij komen van de zaalheer Jans. En de groep 485 is volgens mij dan de eerste dame in de wedstrijd. En de groep 302. We hebben nog geen veel dames gezien hier. De groep 302. Dat is al de enige dame en die komt uit Nederland. Dat is dan Lisa Brouwer. En meteen de nationale 306 passeert hier ook aan de finish. Dat is Merlijn van Lijk van Genechten. Met 315 passeert hier ook. Dat is dan Lijn Leijs. Dat is dankzij 341 passeert hier ook aan de finish. Sander Lemmens. Door 337, dat is Cas Vossen. Van KZLWC Davo. En het is drummen natuurlijk daar bij de tolu. En hier zien we met 301. Rustig blijven volgen jongens, heel goed, heel goed. Afpikken hè, afpikken. Voorbij komen, en dat moet dan Lars Peersen. Dat is de tweede van de wedstrijd. En dat is de Go! We hebben nog geen goede dames gezien hier. Dat is ook de enige dame en die komt uit Nederland. Dat is dan Lisa Brouwer. Want die komt de nationale kampioen. Dat komt zich uit Bunschoot in Nederland. We krijgen hier nog in de kampioen 306 passeren. Dat is van de Nester. Met 315 passeren. Goed geest, joh. Kom aan, man. We zien het in de lucht. Goed geest, joh. Kom aan, man. Ook nog een mededeling. De uitslagen van de U15 hangen nu op bij de kantine. En u heeft tot half twee de tijd om daar naartoe gaan kijken. Klopt de uitslag volgens jullie? En dan kan je nog met van mee tot in half twee. Daarna is er geen informatie meer mogelijk. Ja, dus ook straks die bellen te reguleren. Maar voor mensen tot een half uur na het ophangen van de uitslagen. Dus daarna geen gekisting meer mogelijk. Ja, Jonas! Kei goed! Moet ik iets zeggen tegen hem? Kom maar bij ons! Hey Luca, niet te veel kop doen! Hoppen! Kom aan, Jules! Op de wiel van Jonas! Op een miel, zet er bekend bij. Een miel? Wie zit op ons? Oh, van papa. Ja, die loopt hier ook rond. Die heb ik net ook gezien. Ik wil hem terug aan het punt trekken. Kom op, van de Jan.
Kom op, Les. Kom op, Ruben. Kom op, jongen. Goed bezig, hè? Kom aan, Alain. Hoppa, joh. Goed, Alain. Goed, hè, jongen. Dat lijst is uit Gustav Kortus. Oppassen jongens, oppassen! Let hem maar goed, veel opschuiven. Trap, trap, trap! We gaan het zo meteen weten. We zien hier ook met 380 onze Nederlandse dame voorbij komen. Dat moet dan Lisa Brouwer wezen. Dat is een grote hier nog een keer. Kom aan, hierover en Wiel, kom aan. Ja, kom op, jongen. Kom maar, direct over. Hier, wacht. Kom maar. We krijgen hier 352. We gaan hier nog naar 341. Nog twee ronden te gaan voor melding. Kom maar, eens even. Hier hebben we gaan met de nummer 33. Goed zo!
Goed zo, joh. Voilà, hupke! Dan krijgen we nog onze allerjongste bende natuurlijk nog aan de start straks. En we sluiten de dag af. Onze koplopers zullen mee hier bij de volgende kant gaan. Die rondjes te gaan, de wedstrijd wordt korter en korter, maar zolang dat de dag ook korter wordt. Ja. Wederom met de dikke bandenrace. Ik denk te zien dat we ginder de koplopers volgen. Hoe gaat laatste ronde, man? Kom aan, hier. Kom aan, hier. Kom aan, zit. Aan de laatste ronde bezig, op de buurt 13 trouwens. We zien hier de eerste man in wedstrijd van de provinciale titel, Lars Peers. En de vorige ronde was het Mart Leysens die op die eerste plaats zat. We zien hier nog met de nummer 450 ook passeren. En dat is Tara van Pottenberg. 307 op Hugo Goeijs. 121 passeert hierop Thomas Persson. En dan moeten we stilaan, denk ik, onze eerste dames hier in het vizier gaan krijgen. Dat is 480. Nog een hele bende volgt hier. En hier is inderdaad de eerste dame met de nummer 481, Mart Leysens. Van het Agro Tormans team, afkomstig uit Diest.
En hier zit dan op de tweede plaats, de tweede dame, 483. En dat is dan Jana Gevers. En we zien daar ook onze Nederlandse 13-jarige dame terugkomen. Dat is Lisa Brouwer. Lisa Brouwer heeft een flinke inhaalwedstrijd gereden. En zit momenteel, dacht ik, op de derde plaats in het totaalklassement hier. En natuurlijk eerste bij haar categorie, de U13. Janne Maas, 438, passeert hier ook nog. Dat is dan Thomas Smismans van de wielerschool Pajottenland, Now Cycling Team. Afkomstige 422 hier ook nog, laatste ronde. Laatste ronde voor de bekende. En dan moet je nou toch nog van de team kan op zijn. Met 452. De 52, de tweede en draaien de laatste hier, dat is de nieuwe van Hongkong. De 2000 tofs, OMC Mountainbike Club, op moet erin. Wonderen, 300. 333. Staat niet op de lijst trouwens. 325 komt hier op de lijn, Nian Verwijk. 309, dat is Eliot Richard van de Superbikers. Ecole VTT, Wallonie. Die passeert hier ook Bas Bonen. Laatste ronde, nummer 439 op. En dat is aan Kobe van der Meulen. Van de Oortig passeert hier ook nog. Dat is Eline Martel. En het is dan Sander van Dessel. Hij is niet uit Dessel hier, maar wel uit Bevel. Hey. Dat de kopmannen in beeld gaan komen. En inderdaad. Kom maar, Luca. Goed mee. Hey, Luca. Voor Renssel op de eerste nummer 302, Lars Peers. Voor de plaats heeft hij. En dat komt. Goeie, Liam. Kom op, handwerk, man. De volgende ronde was het naar de lijst. Wel, Lars. Op de tweede plaats, de dame, 383. Goeie maat, kom aan dat die zingen. Net terug over, hè. Kom aan, dat goed, hè, jongen. Kom aan, dat. Hup, 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 hup. Kom aan, zet dat net toe, gek. Dat was altijd weer een actie, ja. Hier is Jan, met 419, de winnaar van vandaag. En dat is Jonas van Kampfort. Jonas van Kampfort. 407, 403. 407 is Emiel Ossaan op de tweede plaats. En nog een op de tweede plaats. Stop, hè? Ja, is ook niet. 421 hier ook einde wedstrijd voor Jules Moeskovs. En ook einde wedstrijd voor 337. En dat is Cas Vossen. Het nummer 424, ook einde wedstrijd voor Maxim Smits. En hier nog een sprintje. Nummer 409 zat dan nog bijna in de omheining hier. Dat is Robin Meijers. Maxim Smits. En hier nog een sprintje. En de winnaar hier van onze U13 met nummer 309, Tijl van Averweken. Dat dit toch een flinke inhaalrace aan het rijden was. Ook de nummer 2 hier bij de U13, Lars Peers. Ook hij komt binnen en hij wordt ook meteen de... Moet de 81 zin afkomen, dan weten we dat zij het is. Ook finish hier voor het nummer 404. Einde wedstrijd, jongens. Nog steeds geen dames te zien. Ook einde wedstrijd. Nummer 321 hier.
En ook einde van nummer 307. Dit is weer een spaarprofessional. Ook aankomst voor 425. Ook einde wedstrijd, mannen. Kijk eens van Malen. Seven. Oké, in de wedstrijd. Hey, Milbert, dit! Oh, nog een eens. Tom, even kijken. En alsnog hier. Met 382, onze Nederlandse kampioen. Zij komt alsnog als eerste, dacht ik, net voor Mark Leijsens hier over de finish. Dus een fantastische 1,5 race gereden van onze Nederlandse kampioen afkomstig uit Bunschoten. Zij is 382, onze Belgische dames van de U14 gestart. En alsnog heeft ze deze daguitslag hier gewonnen bij de U13, maar ook eigenlijk bij de U14. Geen plaats als voor Mark Leijsens. Het speciale kampioenschap op de derde plaats geëindigd Rodrigo Pires. Op de tweede plaats geëindigd bij de U13 Ruben Geuns. Het provinciaal kampioen 2022 bij de U13 Lars Peers. Rodrigo Pires, alsjeblieft, op het podium gebracht. Rodrigo Pires, op het podium gebracht, alsjeblieft. En nog een applausje voor deze top 3 in het provinciale kampioenschap. U 13. Oké, dank u wel jongens. Dan gaan we meteen door met het podium voor de U13 dagzegen. Op de kidseries 2022 hier in Dessel. Op de derde plaats, Matty Snillens. Een tweede plaats, Lars Peers. En de winnaar hier vandaag in Dessel, Thijs Tel Bravenbeke. Ja, ik zit dat vast aan te trekken. Ja. Ik heb hem. Geduld. Ik heb het. 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 Ik heb het.
Zometeen na het podium gebeuren, dan mag elke deelnemer nog een zakje komen halen. Of ze gaan het al meteen uitdelen, zo te zien. Inderdaad. Dus ook alle andere deelnemers worden straks nog verwacht hier aan het podium. Om nog een aandenken mee naar huis te kunnen nemen. Dus nog een applausje hier voor onze U13. Krijgen we onze internationale kampioenen bij de dames van de U13, maar wel een daguitslag. Ook maar eentje aanwezig hier vandaag. Maar toch een applaus voor Lisa Brouwer. Moet ik erbij komen staan? Ze zal het alleen ook kunnen zien. Ja, maar ze vond het niet gezellig. Ze was helemaal alleen. Ja. Ik maak wel een mooie foto voor jou. Lisa, wel even lachen, hè? Zeg, je moet eigenlijk deze overaan doen, hè, Lars? Ja, ik zou het niet zeggen. Ze krijgt gewoon een show, hè? En nog eens een applausje voor Lisa Brouwer. Gaan we meteen door met de provinciale kampioenschap U14. Hey jongens, de derde plaats geëindigd Sint van Lommel. En op de tweede plaats Luca van Lommel. En provinciaal kampioen 2022 Boys U14 Jonas van Kampen. Voor onze provinciale kampioenen in de categorie Boys U14. Woehoe! Meteen doorgaan met het dagklassement van de Boys U14. Op de derde plaats schijnt Luca van Lommel. En meteen terug op het podium. Op de tweede plaats Emile Saar. En de winnaar voor vandaag hier in Dessel, Jonas van Kampvoort. Van de U14. En dan kan ik jullie al vertellen dat het dagklassement exact hetzelfde is als het provinciale kampioenschap. Een goed zorg altijd. Ja. Gisteren is mensen. En toch nog een mooie applaus hier voor Jana. Derde plaats, Jana Gevers, tweede plaats en Mark Blijsjes, eerste plaats.
Ik ben gewoon niet meer. Dat zou. Je moet eens wat zingen. Ja, ook een middag in Halle-Grunzen. Toch nog? Ja, nee, maar dan. Ja, ja.